Goedendag allemaal, vanuit Groenland. De vorige vergadering werd van ons gevraagd om commentaar te geven op de ambitienota. Wel, onze commentaar was eigenlijk dat die ambitienota op vlak van de leefkwaliteit weinig ambitieus was. Er werd ons dan gevraagd of dat we dat zouden kunnen komen vertellen. En dat gaan we met plezier doen. We hebben overlopen, wat is de finaliteit van heel dat complex project? Dat is een ambitieus programma van acties waarbij mobiliteit en leefkwaliteit substantieel verbeteren. Dat gaat via een onderzoeksfase, voorkeurbesluit, Vlaamse regering, projectbesluiten, centen van de Vlaamse regering. En dat allemaal in een geïntegreerd ontwerp en een geïntegreerd proces. Om een sterk resultaat te hebben moeten we heel sterk starten. Ik denk dat we dat ook gedaan hebben, want de startbeslissing van de Vlaamse regering was in mijn ogen vrij goed. Nu zitten we in de ambities en zoals je ziet, de twee kolommetjes die blijven hetzelfde voor leefkwaliteit en voor infrastructuur. Maar voor ons is het heel belangrijk, want het haventracé zal Groenland maken of kraken, daar zijn wij van overtuigd. En dus zal die ambitienota op de synthese nota, zoals we nu eet, ambitieus en moedig moeten zijn in alle fases en moeten de doelstellingen, de studie en de besluitvorming allemaal heel duidelijk omschreven worden. Dus wat verwacht Groenland in verband met de leefkwaliteit? Dat bestaat eigenlijk uit twee stukjes. De essentie is wat er binnen het complex project zal gerealiseerd worden. Acties met een budget bij. En wij vragen dat dat evenwaardige inspanningen worden in vergelijking tot de infrastructurele vraagstukken. En ook aanvullend willen wij wel dingen zien gebeuren, er zullen dingen uitkomen die niet binnen het complex project zullen kunnen verwezenlijkt worden. En daarvoor zal moeten gezocht worden naar gebiedscoalities die met eigen middelen daarmee verder werken, zoals het Groen Kruis. Maar we zouden toch ook moeten proberen om de randvoorwaarden te bepalen voor andere processen en infrastructuren. Ik denk daarbij aan het tweede spoor, maar ook de modal shift en derde. We zijn gestart met een onbalans, zoals dat zo mooi uitgedrukt is, met een achterstand in het luik leefkwaliteit. Dat was ergens begrijpelijk, omdat dat infrastructureel luik, daar waren al een aantal duidelijke, was al een duidelijke visie met een voortraject. Terwijl eigenlijk het luik leefkwaliteit heel een breed palet was aan thema's, maar niet direct al echte aspiraties. Die ambitiefase moet mee op duidelijkheid geven wat het concreet ambitieniveau van het complex project zou kunnen zijn. We hebben dan onze ambitienota gehad en we stellen eigenlijk vast dat die ambitienota, die achterstand, die leefkwaliteit heeft op infrastructuur, dat die eigenlijk nog verslechterd is. Allee, ik bedoel, de achterstand vergroot is. We zien dat het infrastructureel luik, dat die aspiraties gegroeid zijn en dat heel concreet in kaart gebracht is en afgeleid. En we moeten toch vaststellen dat er niet genoeg moeite gedaan is om de vele input van de ambitiefase te vertalen naar concrete ambities. Wij moeten echt zorgen dat we die achterstand inhalen voordat er een alternatieve onderzoeksnota wordt neergelegd. Wij verwachten dat daar opties en varianten in staan voor ingrepen in verband met de verhoging van de leefkwaliteit. Dat is echt Geen dat voor de infrastructuur al gebeurd is en dat moet voor ons en voor de leefbaarheid zeker nog gebeuren. Allemaal in een concreet onderzoeksprogramma gestoken worden. En wij willen dus een aantal suggesties doen voor het evenwicht in die ambities te versterken. En we gaan per deelzone proberen een textuele formulering van mogelijke ambities te doen. Dat een beetje te motiveren. We hebben ook een aantal slides over mogelijke doorwerkingen ervan in de onderzoeksfase, maar die gaan we voorlopig overslaan. Die kunnen jullie tussendoor wel eens een keer lezen. En we gaan het dus hebben over vier deelgebieden. Het eerste is de reservatiestrook aandeel 2 en we gaan beginnen met de insteek behouden, want hier liggen toch wel een aantal gebieden op die moeten behouden worden. Hier zie je een schets daarvan over de
een luchtfoto. En ik ga misschien ook even het filmpje opzetten nu. We gaan dus even kijken. We vertrekken vanuit Elbrugge. We komen aan de Ecopassage, de nieuwe Hoogmolenbrug. Die in het kader van de... Ja, dat was wel snel. Daar komen we bij Mama Kalinka, daarachter komt Borgend, dat ook een eigen belang heeft qua natuur. Achter Borgend komt de Borgendlaan en die geeft dan weer het zicht op Kalingsberg. Dat niet alleen ecologisch, maar ook cultuurhistorisch belangrijk is. We gaan verder via Amerlo, waar een stuk van het grondgebied van de Vlaamse gemeenschap in gebruik is voor bamboe te kweken. En stilaan gaan we dan in de richting van de Bredabaan. Ik kan in het midden de nieuwe Park en Rijtaal zien, links de kliniek. En helemaal van achter zie je de auto's van de A19 rijden. En dit is eigenlijk het gebied waar een A102 zou komen. Ik hoop dat jullie het met mij eens zijn dat als we dit in de top en cover aanleggen, dat we heel veel vernielen, dat we zouden dit kunnen behouden. Dus we hebben die ambities proberen een beetje te verwoorden dat die gemakkelijk kunnen behouden worden achteraf. Dus die waardevolle biotopen die willen wij behouden, zowel ecologische als vanwege de ecologische als cultuurhistorische waarde. En we willen die in een goede staat van instandhouding houden of brengen. Je ziet er staan aan de relatie met het onderzoeksraject, maar dat gaan we overslaan. Want daar hebben we de tijd niet voor. De reservatiestrook en de omliggende onbebouwde gebieden, die zouden we kunnen actief inzetten in een robuust toekomstgericht waterbeheer. De mensen van de Eethuisbeek daar, die weten wat wateroverlast is. En dat zal er met de klimaatopwarming niet op beteren. En we willen ook een robuuste, hoogwaardige en samenhangende natuurstructuur. Ik denk dat dat twee dingen zijn waar we echt zouden moeten zeggen, dit zijn ambities waar we helemaal voor gaan. Dat gaan we ook overslaan. Enkele voorbeelden. We hebben hier Amerlo, Kalingsberg en de Eethuisbeek. Dit is grondgebied van de Vlaamse overheid. We zouden daar nu al iets beter mee kunnen doen. Daarnaast de parking van de Macro ligt op het tracé. Macro zal eerstdaags verdwijnen, dus waarom zouden we niet proberen om dat stuk te gaan ontharden? En ook voor Merksem bijvoorbeeld, zouden er al op een aantal plekken onthardingen kunnen gebeuren en met proper zand geluidswallen kunnen gemaakt worden om nu al van belang te zijn voor de mensen die daar wonen. Dan komen we aan het deeltje Merksem. Dat is een heel stuk waar we nog wel heel fier op zijn vanwege het open ruimtezicht. We zouden dat ook willen bewaren en we zouden willen eigenlijk uitgaan van de echte leefkwaliteitsthema's daar om dat gebied zowel voor de Merksemmenaar als voor de biodiversiteit te behouden. Want, zoals je ziet, zijn er daar wel wat plannen in de maak. Als we daar nu zelf gaan denken in functie van leefbaarheid, dan zou het wel eens kunnen zijn dat heel dat gebied wordt opgeofferd aan de logica van drie infrastructuren. Dat gaan we ook overslaan. Dan in Ekeren. Schekel heeft zelf gezegd dat er bij de herorganisatie van autostradendomein, dat er daar ruimte zou vrijkomen. Wel, wij stellen voor dat die ruimte herwonnen wordt aan de kant van Ekeren. En dat we dat invullen met het openleggen van de momenteel ingekokerde waterloop verlegde schijns. Dat we daar natte natuur creëren, dat we daar een robuuste natuurcorridor
creëren. En ook hier kunnen we al met geluidafscherming de mensen een beetje sparen van het lawaai. Dat zou een voorbeeldje kunnen zijn van hoe we dat kunnen doen. En daardoor de buffer met de bewoonde wereld wat groter te maken. En komen we aan Ekeren Donk. Daar zouden we twee ambities waarmaken. Dat is probleem met de wateroverlast en de Vallei van de Laatste Beek. We kunnen dat doen aan de hand van twee kaartjes. Het eerste kaartje is het overstromingsgevoelige gebieden. Zoals je ziet heeft Ekeren wel wat daarover te vertellen. De klimaatopwarming zal dat zeker niet beter maken. En langs de andere kant hebben we dan de Vallei van de Laatste Beek, die eigenlijk loopt van aan de rechtse kant het Peersbos en helemaal door tot aan de Oude Landen. Dan zouden we die Laatste Beek veel meer ruimte kunnen geven om die een overlast van waters op te vangen. Dat zou goed kunnen, alleen zijn er dan hier en daar wel moedige beslissingen nodig in het kader van planologische ontharding. Dus hier zijn nog enkele foto's van het gebied. Je ziet ook dat er daar een aantal stukken nog van hele goede ecologische kwaliteit zijn. Er is ook een signaalgebied dat we daarvoor kunnen inzetten. En ook hier kunnen we een robuuste natuurverbinding maken. Op diezelfde plek, wij hebben met Natuurpuntstudie en Groenland onthart een onderzoek laten uitvoeren naar doodgereden dieren. Daaruit kan je natuurlijk zien welk parcours dat die dieren volgen om van de ene plek naar de andere te gaan. En dan stellen we vast dat het kruispunt A12-119 een hotspot is van doodgereden dieren. Wij zouden toch willen dat als er daar werken aan de hand zijn, dat we proberen van die hotspots een eco-knooppunt te maken. De meeste van die verbindingen liggen er al. Het is alleen de aansluiting van de twee autostrades die daar het probleem geeft. Ik denk dat we daar heel veel tijd en moeite moeten insteken om te zorgen dat daar mooie verbindingen komen. Een beetje verder komen aan de haven. Je zit daar met de A102. Wij stellen toch voor dat de begrenzing van het havengebied blijft waar ze nu is. En dat dus alle bijkomende havengerelateerde infrastructuren aan de kant van de haven komen en niet aan de kant van de polders. We zitten daar ook nog met het probleem van de opstalvallei. Dat een, laten we zeggen, verkeerde belofte is van de overheid in het kader van de havenuitbreiding. Als we het vertrouwen van de mensen willen herstellen in de overheid, dan denk ik dat die opstalvallei een very quick win is. Want op een schuine kant kun je heel moeilijk vertrouwen bouwen. En dan krijgen we een stukje waar de modal shift heel belangrijk is. Het is al dikwijls besproken geweest. Er is dus duidelijk een probleem met de leefkwaliteit door het toenemend aantal auto's door het centrum van Staanburg en Capelle. Maar we zouden toch willen voorstellen van daar niet te gemakkelijk over te gaan en te zeggen dan offeren we ons polderlandschap maar op. Ik denk dat we echt heel erg moeten nadenken over een mix van oplossingen die dat probleem kan oplossen zonder de NX. We zijn heel blij dat de E313 er intussen ook bij zit. De E3 is een ruimtelijke barrièrewerking, maar vooral ook een geluidsbelasting voor de mensen die daar in de buurt wonen en voor de parken. Wij vinden dat alle mogelijke oplossingen, zoals inkapseling of ondergronds brengen, dat die moeten op haalbaarheid onderzocht worden. En we moeten ook zorgen dat de besluitvorming rond de herinrichting van de F1 en latere aansluiting met een ondergrondse E313 niet hypothekeert. De E313 doet ook niet echt zijn werk. Het resultaat is dat er heel veel sluitverkeer is in de omliggende gemeente. Nou, we denken dat we moeten zorgen dat we daar een oplossing voor vinden en op die manier het onderliggende wegennetwerk om bestaande sluitverkeer op E313 te houden. En misschien kunnen we daar zelf wel wegen voor ontharden. En dan hebben we nog eentje, de barrièrewerking. E313 is voor het ecologisch netwerk al
niet gemakkelijk. Er worden daar een aantal dingen gedaan, maar wij zouden extra aandacht willen vragen naar de kruising van de E315-E34, inclusief van Bergkanaal, dat dat verder uitgebouwd wordt tot een hoogwaardig en robuust knooppunt. Je zit daar al met een aantal kwalitatieve zaken, maar langs de andere kant zijn er toch ook een aantal projecten die in de pijplijn zitten, zoals tramverleggingen, park en rijd en vervolledigen van de knoop en dergelijke, die ervoor zouden kunnen zorgen dat hetgene nu al is schade ondervindt en we zouden liever het omgekeerde zien. Goed, dat was het. We zijn zeker niet volledig geweest. We hebben ook niet zo heel veel tijd gehad om het te doen. We willen het gerust nog eens overdoen om het nog duidelijker te maken. Maar dan had het misschien toch nog langer geduurd. We zouden toch echt willen vragen dat het een sterke signaal zou komen vanuit het idee leefbaarheid om die alternatieve ontwikkelingsnota veel scherper te krijgen. Laat ons een plan opmaken met stevige ambities rond leefkwaliteit. Laat die samengaan met wat aan infrastructuur gepland wordt. En dan kunnen we samen tot een mooi geïntegreerd ontwerp komen. Maar we moeten wel herhalen, de achterstand in concrete ambities van, voor het thema leefkwaliteit moet ingehaald worden, of ingehaald zijn op het moment dat de nota in eerste ontwerp voorligt. Want anders zitten we wel degelijk met een serieus probleem. Dat was het.